Ja, goedemiddag allemaal. Van harte welkom bij deze sessie over trends en flexibilisering. Wat gaan we vandaag doen? We gaan het hebben over alle plannen en ontwikkelingen die gaande zijn binnen de versnellingszone flexibilisering. We gaan even kijken welke ontwikkelingen er bij Surf spelen op het gebied van flexibilisering. En we staan ook stil bij een aantal landelijke ontwikkelingen. We doen dat met drie sprekers. Als eerste spreker zometeen Paul den Hertog. Hij is aanvoerder van de zonneflexibilisering van het versnellingsplan. En tevens innovatiemanager bij de Hogeschool van Amsterdam. Mijn collega Janina van Hees, projectmanager bij Surf en tevens verbinder voor de zonneflexibilisering, gaat dadelijk met jullie de interactieve sessies begeleiden. Ikzelf zal ook een deel van deze sessie voor mijn rekening geven. Jocelyn Manderveld, projectmanager bij Surf. Paul, mag ik jou het woord geven? Dat mag zeker. Dankjewel voor deze mooie introductie. Het versnellingsplan flexibilisering. We zijn een jaar of twee geleden begonnen met dit plan. Als onderdeel van het totale versnellingsplan. Er zijn 7 zones waarin wordt samengewerkt aan onderwijsinnovatie met ICT. En ik werk samen met collega Ulrike Wild van de Wageningen Universiteit aan het onderwerp flexibilisering. Nou, we doen dat niet met z'n tweeën, maar met meer dan 20 hoger onderwijsinstellingen inmiddels. En we zijn een jaar of twee geleden begonnen met het definiëren van 4 studentroutes. Om het begrip flexibilisering wat meer uiteen te rafelen en wat concreter te maken. En we deden dat dus vanuit het perspectief van de student. Ik zal er zo nog wat meer over zeggen. Daarnaast hebben we een aantal werkgroepen actief binnen de zone. En die werken onder andere aan diverse onderzoeken en analyses. Bijvoorbeeld op het gebied van didactische en organisatorische aspecten van studeren in eigen tempo. Wat betekent nou precies studeren in eigen tempo? En op welke manier organiseer je dat? Krijgt dan iedere student zijn eigen persoonlijke rooster? En is het mogelijk om echt in eigen tempo te studeren? En zo ja, hoe ga je dan om met de samenhang binnen bijvoorbeeld een leergemeenschap? Nou, daarnaast hebben we ook een werkgroep die werkt aan kwaliteitsvraagstukken bij flexibel onderwijs. En een kleine scoop. Zij zullen begin komend jaar komen met een mooie publicatie. In samenwerking met een aantal organisaties die zich vanuit hun professie bezighouden met de kwaliteit van het onderwijs. Tot slot, wellicht op dit moment werken we aan een analyse van randvoorwaarden ten aanzien van een landelijke onderwijscatalogus. Stel nou dat je alle flexibele onderwijs, alle onderwijs wat studenten kunnen genieten, bij elkaar wil brengen in een catalogus en je wilt de student in staat stellen om dat makkelijk te kunnen plannen en zich daarvoor kunnen intekenen. Wat betekent dat dan precies en hoe realiseer je dat? Tot slot, op dit moment werken we aan een pilot studentmobiliteit. Dat doen we vanuit de alliantie van Wageningen Universiteit, Universiteit Utrecht en de Universiteit TU Eindhoven. Zij proberen met z'n drieën al die zaken die ik zojuist heb benoemd, nu al in de praktijk te brengen. En dus het koppelen van allerhande systemen om te zorgen dat de student in één overzichtelijke app alle informatie bij elkaar krijgt ten aanzien van zijn studie die hij volgt bij meerdere onderwijsinstellingen tegelijkertijd. Nou, de studentroutes, ik zei het al even dat ik daar op terug zou komen. Dit zijn de 4 routes die we 2 jaar geleden hebben gedefinieerd. De eerste is eigen tempo. Wat betekent het nou op het moment dat een student echt in eigen tempo kan gaan studeren? Hoe kijken we dan aan tegen zaken als opleidingsrendement? Maar ook hoe ga je om met inschrijving, roostering, dat soort zaken? De tweede route, buiten de gebaande paden, daar volgt de student een deel van zijn programma bij een andere opleiding, andere faculteit of zelfs bij een andere instelling. Nou, ik zei het net al in het kader van de zojuist genoemde pilot. Dat brengt allerlei logistieke vraagstukken met zich mee en die proberen we te onderzoeken binnen die pilot en daar concrete oplossingen voor te vinden. Bij de route Mijn Diploma zou je kunnen zeggen, flippen we niet de classroom, maar het hele systeem. En is het niet langer de student die een opleiding volgt, maar volgt de opleiding de professionele ontwikkeling van de student. We zien dit met name voor ons in het masteronderwijs. En hopen toe te werken naar een opleidingsprogramma of een aanbod waarbij de student multidisciplinair zijn eigen mastertraject kan samenstellen. Tot slot modulair studeren in het kader van het leven lang ontwikkelen. Op het moment dat je wel graag een diploma zou willen halen, maar dat moet kunnen combineren met een gezin of met mantelzorg of topsport wellicht, dan is dat een ontzettende uitdaging. En is het heel makkelijk wanneer je module voor module in eigen tempo zou kunnen studeren en zo langzaam maar zeker alsnog toe zou kunnen werken naar je diploma. Nu ben ik benieuwd naar de mening van de kijkers thuis. We hebben een poll klaargezet om van jullie te horen hoe jullie naar deze 4 routes kijken. En dan met name de vraag, hoe gaan we dat nu realiseren? Welke van deze 4 routes is nu eigenlijk de meest uitdagende
om daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Dus ik wil jullie als kijkers uitnodigen om in de poll aan te geven welke route jullie de meest uitdagende vinden. En terwijl we daarop aan het wachten zijn, kijk ik even naar Jocelyn. Wat verwacht jij, Jocelyn, wat de moeilijkste route zal zijn? Nou, ik denk dat iedere route zal zo zijn eigen uitdaging hebben. En vaak wordt gedacht dat eigen tempo vaak de eenvoudige te realiseren is. Maar ik denk qua onderwijslogistieke processen te maken hebben met studenten die wat vertragen en versnellen, is dat voor je organisatie best een flinke uitdaging om daarmee aan de slag te gaan. Maar ik ben benieuwd wat de kijkers thuis ervan vinden. Ja, we hebben inmiddels aardig wat resultaten binnen. Ik zie dat modulair studeren op kop loopt. En mijn diploma is ook eentje die behoorlijk moeilijk wordt gevonden. Ik denk dat het ook klopt in de zin dat ook die twee routes nog niet helemaal passen in de manier waarop wij nu ook in wet en regelgeving aan het functioneren zijn. Dus dat zijn ook inderdaad de twee meest moeilijke. Ik denk dat wel een duidelijk beeld is. Nou, bedankt voor het invullen van jullie antwoorden. En dan gaan we terug naar Jocelyn. Ja, we hebben nu net even naar de poll gekeken van wat is het lastigste om te realiseren. Ik denk het ook heel goed even om stil te staan. Dus van wat doet SURF eigenlijk op het vlak van flexibilisering? Paul heeft net een heel mooi beeld geschetst van waar er in die zone van flexibilisering aan wordt gewerkt en welke onderwerpen daar aan men kijkt. En eigenlijk zijn we bij SURF heel erg bezig met die technologie om die flexibilisering van het onderwijs mogelijk te maken. En vandaar ook dat ik vandaag voor jullie graag de nationale aanpak om flexibel onderwijs te organiseren vanuit de behoeften van de student wil bespreken. Zodat jullie ook een idee krijgen van het is allemaal hartstikke mooi om dat onderwijs te kunnen flexibiliseren. Maar daar hebben we ook ondersteunende technologie bij nodig. En daar werken wij vanuit SURF met allerlei teams ontzettend hard aan. We gaan even stilstaan zometeen bij de Open Onderwijs API, bij de SURF OAPI Gateway, bij het EduID en ook bij de dienst EduBadges. Het belangrijkste is natuurlijk bij de flexibilisering is dat je heel erg kijkt vanuit die behoeften van die student. En die student die wil van alles. Een student die wil een overzicht kunnen zien van welke vakken kan ik nou volgen over instellingen heen. Stel, ik studeer bij twee instellingen en ik moet twee roosters in de gaten houden. Eigenlijk wil ik al die informatie in één app kunnen zien. Mijn eigen rooster, mijn eigen studievoortgang over instellingen heen. En als ik dan een vak wil volgen bij een instelling, wil ik me ook kunnen eigen inschrijven met een eigen studentidentiteit, het EduID. En als ik dan mijn vak behaald heb, wil ik ook eigenlijk een soort certificering hebben van die leeruitkomsten die ik heb gehaald. En al deze use cases werkt SURF, zijn we hard bezig en dat gaan we nog de komende jaren doen om dat mogelijk te maken om jullie daar als onderwijsinstellingen bij te ondersteunen. Nou, heel even kort stilstaan bij de Open Onderwijs API. De Open Onderwijs API is de standaard voor het uitwisselen van onderwijsdata. En we hebben op dit moment een versie 4 gelanceerd, een nieuwe versie die naadloos aansluit bij nationale ontwikkelingen zoals het RIO, het registratie, inschrijving, opleidingen en ook de internationale ontwikkelingen die spelen bij IMS. IMS is bezig met het ontwikkelen van een EDU-API. Met die Open Onderwijs API, als je die gaat een endpoint implementeert in je eigen instelling, wordt het vrij makkelijk om onderwijsdata te ontsluiten naar verschillende type platformen. Daarmee kun je dat overzicht creëren van die vakken, zodat je studenten kunt laten zien, deze vakken kun je volgen. Dat kun je doen voor je eigen instelling, maar nog interessanter wordt het op het moment dat je dat over instellingen heen gaat doen. En daar komt de SURF Open Onderwijs API Gateway om de hoek kijken. Die gateway is eigenlijk als het ware een soort proxy, een platform waarin onderwijsdata doorgesluist gaan worden. Daarmee kunnen instellingen, dus instellingsoverstijgend, onderwijsdata uitwisselen. Of dat nou roostergegevens zijn, maar ook onderwijsaanbodinformatie. Zo zou je inderdaad een stap kunnen zetten richting de ontwikkeling van een nationale onderwijscatalogus. Want we zullen een manier moeten vinden om al die data te kunnen ontsluiten. Data die jullie als instellingen allemaal hebben opgeslagen in jullie systemen. Dat is er allemaal al. En hoe ga je er nou voor zorgen dat je die goed kunt inzetten, zodat die student inderdaad ook kan zien wat er te vinden is aan onderwijsmateriaal, maar bijvoorbeeld ook ten aanzien van zijn roosters en zijn studievoortgang. Een ander belangrijk component wat voor flexibilisering nodig is, is ook wel het EduID. Het EduID is het identiteit voor studenten die eigenlijk terecht kunnen voor tijdens hun na een studie. En wat je eigenlijk wilt, is dat studenten zich met één studentidentiteit zich kunnen inschrijven over instellingen heen.
Dat die EduID, dat is persoonsgebonden. De regie ligt bij de persoon zelf, bij de student zelf. En die is ook levenslang bruikbaar. Vaak is het zo dat je student inderdaad met verschillende identiteiten te maken heeft op het moment dat hij verstudeert bij verschillende instellingen. Dat zouden we kunnen voorkomen door EduID te gaan inzetten. Eén studentidentiteit die een student kan inzetten bij verschillende instellingen. En nu gaat die student studeren bij een instelling. Ze hebben inderdaad een vak gekozen om bij een andere instelling te volgen. En dat vak wordt inderdaad gevolgd. Dan wil je eigenlijk ook een soort bewijs krijgen dat je dat vak hebt gehaald. Dat je als het ware een digitaal certificaat krijgt. En daarvoor hebben we de SURF EduBadges infrastructuur. En sinds 1 oktober is die in het basispakket van SURF aan te sluiten voor jullie instelling. Zowel voor het mbo, hbo en wo. Studenten kunnen inderdaad met behulp van een EduID, daar zit die ook in, een digitale certificaat aanvragen. En daarmee kunnen ze als het ware hun certificaten bij elkaar stapelen. Nou, dit is even voor jullie kort het beeld van alle componenten waar SURF mee aan de slag is in de komende tijd. En nu gaan we toch even vragen wat jullie daarvan vinden. Janina? Ja, we zijn uiteraard weer benieuwd wat het publiek hiervan vindt. We hebben nu gehoord waar SURF op dit moment aan werkt, aan 4 verschillende elementen van flexibel onderwijs. Aan jullie nu weer de kans om aan te geven, aan welke van deze 4 elementen denk je, daar heb ik echt iets aan. Ik zou morgen graag hiermee aan de slag willen. Dus 5 antwoordmogelijkheden nu in de poll in jullie platform. Terwijl we aan het wachten zijn op de resultaten, ben ik benieuwd, wellicht wil Paul een voorspelling geven. Paul, wat denk jij? Wat denk je? Waar is de nood het hoogst? Waar doen we de kijkers een plezier mee? Nou, dat is best een moeilijk antwoord, want daarvoor moet je natuurlijk bij alle instellingen in de keuken kijken, je afvragen wat daar gebeurt en waar ze behoefte aan hebben. Vanuit versnellingsplan flexibilisering zou ik zeggen optie E, alles. Want juist die combinatie, het is heel, zojuist al heel mooi toegelicht door Jocelyn. Juist die combinatie van de API, van de gateway, het EduID en de EduBadges, dat stelt je in staat als instelling om de informatie uit te wisselen. Als student, om dat ook veilig te kunnen beheren. En de EduBadges die maken het natuurlijk prachtig mogelijk om deelresultaten inzichtelijk, herkenbaar en herkenbaar deelbaar te maken. Inmiddels zijn aardig wat resultaten binnen. Ik zie dat de EduBadges van de 4 aparte onderdelen heel hoog staat. Maar ook evenveel mensen zeggen, we hebben dat allemaal nodig. Dus eigenlijk het antwoord wat Paul net gaf. Jocelyn, EduBadges staat bovenaan van de 4. Ja, dat kan ik wel plaatsen. Het is natuurlijk ook een echte dienst al. Jullie kunnen het als instellingen ook al nu mee aan de slag. Maar het doet me ook deugd dat ik alles zie. Kijk, die open onderwijs API en die koppelen aan die gateway, dat zijn echt trajecten waar wij in SURF op dit moment echt mee aan het piloten zijn. En we gaan de komende tijd ook echt stappen zetten om daar tot dienstverlening te komen. En daar hebben jullie als instellingen bij nodig. We willen samen met jullie dat landschap, welke infrastructurele componenten hebben we nou nodig om die flexibilisering mogelijk te maken, gaan ontginnen. Dus ja, het doet me deugd dat ik inderdaad heel veel alles zie. Ik snap volledig dat EduBadges, want dat is er nu, daar kun je mee ook aan de slag. Maar ik wil je vooral ook echt de oproep doen, blijf aangehaakt, want we hebben jullie hartstikke hard nodig om gezamenlijk de stappen te gaan zetten om die infrastructuur, om flexibilisering mogelijk te maken, vorm te gaan geven. Dus dat is fijn om te zien. Ik denk dat we nu even naar Paul gaan, want ja, dit flexibilisering is een heel breed onderwerp. En ik denk dat het ook even heel belangrijk is om even stil te staan bij welke andere landelijke ontwikkelingen er nog gaande zijn. En ik wil even, ja, daar komt hij. Paul, mag ik jou het woord geven om even te reflecteren op alle landelijke ontwikkelingen die gaande zijn op het gebied van flexibilisering? Zeker, Jocelyn, dankjewel. Er zijn er hier 4 in Boedels genoemd, in de politiek, bij StudiLink, bij Duo en bij de Koepels. Als je ze zou willen samenvatten, zou je kunnen zeggen, allemaal proberen ze te denken in kleinere eenheden, een modulaire aanpak. Als we kijken in de politiek, dan zien we het experiment met de flexibele deeltijd, waar wordt gewerkt met leeruitkomsten, waardoor een student nog sneller door zijn deeltijdstudie heen zou kunnen gaan. En daarnaast natuurlijk het experiment flex studeren, waarbij betaald kan worden per studiepunt. Nou, als we kijken naar StudiLink, dan zien we bij hen in de strategische agenda staan dat zij dat mogelijk willen gaan maken om in te schrijven op kleinere eenheden. Vandaag ga je naar StudiLink om je aan te melden voor een volledige opleiding. Maar het lijkt er dus op dat er in de nabije toekomst ook mogelijk gaat worden om je voor kleinere onderdelen aan te melden via StudiLink. Nou, Duo werkt namens OCMW aan de opvolging van het CROO-register.
En het mooie ook weer van deze opvolger, het RIO genoemd, is dat ook binnen het RIO het mogelijk is om kleinere eenheden van het onderwijs te registreren. Je hoeft dus niet meer alleen de hele opleiding in het systeem te zetten, maar het is ook mogelijk om bijvoorbeeld specialisaties, afstudeerrichtingen of minoren op te nemen in het RIO. Tot slot de koepels, VH en de VSNU. Zij werken natuurlijk samen aan een mooi portaal waar allerlei aanbod op het gebied van leven lang ontwikkelen bij elkaar wordt gebracht voor professionals dus. Sluit ook mooi aan bij de stapregeling per 1 januari 2022, nog een landelijke ontwikkeling. En tot slot is kort geleden het groene licht gegeven door de koepels aan de versnellingszone flexibilisering om verder te gaan met het uitwerken van een pilot rondom microcredentials. Nou, we hopen daar vanaf september 2021 mee te kunnen starten. Paul, dankjewel even voor dit hele snelle overzicht. En zoals jullie zien speelt het natuurlijk om het onderwerp flexibilisering speelt ontzettend veel. Maar nu zijn jullie weer aan het zet. Ja, ik heb ook een aantal interessante vragen in de chat gevonden. En wellicht hebben we hebben nog even de tijd, denk ik, om daar een aantal van uit te pikken. Eén vraag was er bijvoorbeeld van Rian van Vegel. Zijn onze SIS'en en LMS'en wel klaar voor flexibel onderwijs? Wellicht mag ik die aan jou geven, Joslin. Wat denk jij daarover? Nou, kijk, als je naar SIS'en gaat kijken, die zeggen natuurlijk allemaal dat ze klaar zijn voor flexibel onderwijs. En die hebben daar ook echt wel een enorme stap in gezet. Maar het gaat juist erom, als je als student over instellingen heen studeert, dan heb je niet altijd te maken met dezelfde SIS. Dus er moet een data-uitwisseling plaatsvinden van de ene SIS naar de andere SIS. Nou, dat is juist het stuk wat wij als SURF oppakken. Zodat die SIS'en kunnen koppelen aan een soort platform of een uitwisseling van data. Zodat zij die datapakketjes van die studenten kunnen oppakken. Dus inderdaad, SIS'en zijn daar nog niet helemaal klaar voor. Kijk, als we één landelijke SIS zouden hebben, iedereen hetzelfde, was het gesprek anders. Maar dat is niet zo. En juist de taak van SURF is om te verzorgen dat die gegevensuitwisseling kan plaatsvinden. Ik heb nog een andere vraag die ik graag aan Paul zou willen doorspelen. Namelijk van Joris Aerts. En die vraagt, geldt het uitwisselen van onderwijs... Geldt het uitwisselen van onderwijs ook voor verschillende niveaus? Dus kunnen we ook flexibiliseren tussen WO en HBO? Oh, ja, dat is een hele goede vraag, Joris. Dank je wel. Natuurlijk is het mogelijk om ook te flexibiliseren tussen het HBO en het WO. We werken allemaal met de NLQF-niveaus, NLQF 6 en 7, de bachelors en de masters. Dus in theorie zou dat geen probleem moeten zijn. Maar we merken wel dat er wordt niet altijd even... ja, positief naar gekeken. Examencommissies zijn soms wat zuinig in hun antwoorden en het geven van de benodigde ruimte. Maar ik kan me bijvoorbeeld goed voorstellen dat een student in het HBO... Die toch een wat meer theoretische kant op zou willen... het vak academische vaardigheden kan volgen binnen een universiteit. En omgekeerd dat een WO-student... die weet dat hij na zijn opleiding in het bedrijfsleven aan de slag wil... ook het vak projectmanagement zou kunnen volgen binnen het HBO. Volgens mij zou dat geen probleem hoeven zijn. Dan heb ik er nog eentje van Judith van Hooijdonk. Daarmee kom ik ook bij jou, Paul. Judith vraagt eigenlijk naar de behoeften bij de studenten... en in hoeverre we kunnen aangeven of die er, hoe groot die is. Judith schrijft... Mijn ervaring is dat de student vooral de voorgeschreven paden bewandelen... in plaats van de flexibele leerroutes die aangeboden worden. Paul, wat denk jij? Is dat een terechte vrees? Nou, ik weet niet helemaal of het een vrees is. Ik zie dat heel veel studenten die nemen zich voor om een bepaalde opleiding te gaan volgen. En doen dat vervolgens ook. Dat is helemaal niet zo raar. Dus je ziet ook dat heel veel flexibiliteit vindt gewoon plaats binnen de muren van de opleiding. Denk aan het kiezen van een bepaalde afstudeerrichting of specialisatie. En daar is helemaal niets op tegen. Tegelijkertijd zien we ook dat heel veel studenten, die hebben gewoon de minorruimte. Vaak 30 EC's, soms zelfs wat meer. En kunnen dus ook buiten de eigen instelling een deel van hun onderwijs volgen. En we zien ook dat dat gebeurt. Anders had SURF natuurlijk niet zo'n mooie dienst als bijvoorbeeld Kies op Maat. Goed, dan gaan we nu nog even naar een open chatvraag. Waar ik graag de kijkers wil uitnodigen om in de chat aan te geven wat jullie nodig hebben om aan de slag te gaan met het flexibiliseren van je eigen onderwijs. Als het goed is, is er mogelijkheid om in de chat daar je open antwoord in te vullen. En we gaan even kijken wat er binnenkomt en daar dan nog even op reflecteren met de twee sprekers hier. Terwijl we aan het wachten zijn op wat er in de chat binnenkomt, wellicht even alvast naar Joslin kijken. Wat denk jij, Joslin? Wat is er nu echt nog nodig om aan de slag te kunnen gaan?
Ik denk dat het toch vaak staat en valt bij ook een soort visiebepaling van binnen je eigen instelling. Hoe zien wij nou als onderwijsinstelling zelf onze visie op flexibilisering? Zien we dat vooral binnen onze eigen instelling, tussen opleidingen, of zien we dat vooral over instellingen heen? Wat bieden wij onze studenten op dat vlak? Ik denk dat dat wel een cruciale is. De visie. Paul, wat denk jij? Wat verwacht jij dat er gezegd gaat worden? Wat er echt nodig is? Nou, ik denk inderdaad zeker om aan te sluiten bij Jocelyn, die bestuurlijke visie. Hè, dat het college van bestuur de top van de instelling aangeeft van flexibel onderwijs is het nieuwe normaal. Dat is absoluut belangrijk. Dat helpt heel erg. Maar ik denk zeker ook hè, die infrastructuur, de OOAPI en de informatieuitwisseling, ja, die is minstens net zo belangrijk. Ik denk dat je beide nodig hebt om echt effectief aan de slag te kunnen gaan. Ik ben even aan het kijken wat we al aan antwoorden binnen hebben. Ik zie een bijdrage van Suzanne Unk. Zij zegt, we hebben nodig proeftuinen en ruimte voor dit type innovatie binnen de instellingen. Maar ook het gesprek daarover, wat verstaan wij onder flexibilisering? Ik denk dat we met dat laatste een goede start hebben gemaakt en met het definiëren van de 4 studentroutes die Paul voor ons gepresenteerd heeft. Althans, ik zelf merk dat we daardoor nu een meer gezamenlijk gesprek kunnen voeren, doordat we aan dezelfde termen refereren met elkaar. Dus een start hebben we op dat gebied. Maar goed, Suzanne zegt dus ook ruimte voor dit type innovatie binnen de instellingen. Paul, jij werkt bij een instelling. Heb je het idee, die ruimte is er? Of moet je daarvoor knokken? Nou, bij de Hogeschool van Amsterdam zeker. Wij leggen op dit moment de laatste hand aan ons nieuwe instellingsplan. En de persoonlijke leerroutes, zoals we het noemen in Amsterdam, die zijn daarbij een belangrijk onderdeel. En als je het hebt over die proeftuinen, dan is het experiment of de pilot studentmobiliteit van de Wageningen Universiteit Utrecht en TU Eindhoven is daar natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Waar 3 instellingen de handen uit de mouwen steken en samen aan de slag gaan om flexibel onderwijs over de grenzen van die instelling echt mogelijk te maken. Ja, en als ik daar even mag op aanhaken, op die pilot studentmobiliteit. Daar hou ik me toch wel een belangrijk deel van de tijd in de week mee bezig. Het is heel mooi om daar te zien dat wij zeg maar de onderwijslogistieke processen, de mensen die bezig zijn met de studentadministraties, de technische mensen, maar ook de onderwijskundige mensen hebben bij elkaar gebracht. En wij zijn gezamenlijk bezig om dat mogelijk te maken. En je merkt ook dat je alle 3 de expertise's nodig hebt om dit gesprek te voeren en het project goed te kunnen doen. Dus dat is nog een tip. Betrek ook dat soort type expertise's in je eigen instelling als je ermee aan de slag gaat. Ik heb er nog eentje uitgepikt van Robert Bouwhuis van de Hogeschool Rotterdam. Jocelyn, Robert schrijft, wij hebben een gedeelde taal nodig over leeruitkomsten, modules en cursussen. Wat is eigenlijk een module precies? Wat is een cursus precies? Dat is denk ik een gouden ouwe die jij ook al een aantal keer bent tegengekomen in jouw werk. Ja, zeker. Kun jij daarover zeggen? Ja, zeker. Robert, terechte vraag en ook een complexe vraag. Kijk, in het datamodel van de Open Onderwijs API, daar is het natuurlijk mogelijk om zeg maar onderwijseenheden te beschrijven. Maar ja, is een onderwijseenheid een module? Is dat een cursus? En je ziet ook op nationaal niveau dat er zeg maar een datamodel bij Rio wordt ontwikkeld waar daar ook wordt over nagedacht. Maar ook welke waarden hebben die velden? En je ziet nu langzaam maar zeker ook een beweging ontstaan in het hoger onderwijs dat we ons beginnen druk te maken om deze discussie en dat we ook tot heldere definities willen komen. En dat zijn zeker stappen die daar zijn we al mee bezig, maar ook in de komende jaar zeker nog gezet moeten worden. Want dat gaat ons zeker helpen om die flexibilisering mogelijk te maken. Ik zie een bijdrage van Ulrike, jouw mede-aanvoerder Paul. Ulrike schrijft, het probleem van flexibilisering is dat het alles raakt. Wet en regelgeving, nationaal, de instelling, financiering, administratie, didactiek. Paul, wellicht kan je nog een paar woorden zeggen hoe dat in de versnellingszone getackeld wordt. Want dat is natuurlijk helemaal waar, dat het allerlei aspecten heeft. En ja. Hoe zijn jullie daar nu mee aan de slag? Nou, het is inderdaad wat ze noemen een taai vraagstuk. Er komen ontzettend veel uitdagingen bij elkaar als je het hebt over flexibel onderwijs. Wat wij proberen is ze uiteen te rafelen en steeds op kleine deelgebieden de volgende stap te zetten. Als we bijvoorbeeld hebben over de introductie van micro-credentials, dan zou je het al heel snel kunnen hebben over accreditatiesystemen, over bekostiging, noem maar op. Dat zijn vraagstukken waarvan je weet dat die op een zeker moment een antwoord behoeven. Maar het is niet het eerste vraagstuk om mee te starten. Er zijn een aantal andere vraagstukken, zoals bijvoorbeeld die gemeenschappelijke taal, waar Robert het ook over had. Die kun je oplossen voordat je die ingewikkelde discussies
over bekostiging en accreditatie aan moet gaan. En zodoende, door steeds meer kleine stukjes op te lossen, wordt de totale puzzel steeds logischer, steeds duidelijker en daarmee ook hanteerbaar. En dat is de strategie die wij nu volgen binnen het versnellingsplan. Dus 100 kleine stapjes in de juiste richting. En langzaam maar zeker zien we dat we steeds verder de goede kant op gaan. En als we dan nog kijken naar de vraag van Astrid Wrakking. Zij schrijft, hoe wordt omgegaan met de afstemming tussen de instellingen? Ik denk dat zij bedoelt, in de versnellingszone flexibilisering, daar zijn 20 instellingen nu bij betrokken. En in die versnellingszone vindt voor een stukje ook die afstemming plaats. Paul, kan jij daar ook nog iets over zeggen? Van, heb je het idee dat we elkaar daar echt mee verder helpen? En dat het lukt om die afstemming in die versnellingszone een zetje te geven? Ja, ik heb wel die indruk, zeker. Er wordt natuurlijk we leren een heleboel van elkaar met de deelnemende instelling. Tegelijkertijd denk ik ook dat als we het hebben over afstemming, dan gaat het ook over het maken van afspraken. En dus terechte opmerking, wij zijn bij 20 instellingen ongeveer, maar er zijn er een stuk of 60 in Nederland. Dus daarmee hebben we nog lang niet de hele sector aan boord bij ons in het versnellingsplan. En dat betekent dus ook dat we de echt complexe vraagstukken, die moeten we goed uitwerken en vervolgens op tafel zien te krijgen bij de koepels of bij OC&W. En die zullen dan uiteindelijk namens de sector de volgende stap moeten zetten. Ik zie nog een mooie van Elske Vels van de Schoot. Zij schrijft, zorgen dat het instellingsplan niet alleen in het management en de ondersteunende afdelingen blijft hangen, maar echt in de praktijk geleefd gaat worden. Ja, dat is natuurlijk de grote uitdaging. Hoe krijgen we het echt levendig? Echt, hoe kunnen we daar in de praktijk mee aan de slag? Josselin, jij werkt in de praktijk met de projecten die je vormgeeft. Heb je nog een gouden tip over hoe kunnen we dit nu echt in de praktijk vaart laten krijgen? Het zit een beetje op een grensvlak. Voor enerzijds, wat iemand al zei in de chat net, ruimte om pilots te mogen doen binnen je instelling. Ruimte om te innoveren. Maar ook een stuk borging al in je organisatie. Pilots doen in instellingen is heel mooi, maar borging in je organisatie, dat mensen inderdaad vanuit ondersteunende keten, die meestal met studentadministratiesystemen, maar ook vanuit de techniek, maar ook de didactiek, ook daadwerkelijk aangehaakt zijn. En dat je ook gaandeweg, stap voor stap, ben je in de instelling die stappen gaat zetten. Dat is denk ik ontzettend belangrijk, want zonder die steun en zonder die borging blijven het pilots. En dan kom je niet verder dan inderdaad borging in je eigen instelling. Paul, heb ik nog eentje voor jou. Astrid schrijft, niet alleen het instellingsbeleid is belangrijk, maar het nationale en misschien zelfs internationale beleid. Hoe denken jullie daarover? Paul, kan jij ook nog iets zeggen over de slag nationaal, internationaal en hoe daar in de zone mee gewerkt wordt? Zeker. Het is helemaal waar dat je voor het uitwisselen van studenten en studentmobiliteit over de grenzen van de instelling, daar moet je gewoon nationale afspraken over maken. Dat helpt enorm. En internationaal, jazeker. Want we zitten natuurlijk in het Nederlands onderdeel van Europa. We hebben de Bologna-afspraken. Denk aan de European Course Catalog en het systeem van de ECTS-studiepunten. Wanneer we het hebben over die kleinere eenheden, dan is het mooi om te noemen dat er in Europa het project Microbol loopt. Waarbij dus gekeken wordt vanuit de Europese Commissie naar het ontwikkelen van microcredentials. En men ook probeert om in Europa tot één set eenduidige afspraken te komen over hoe we daarmee om kunnen gaan. Dus absoluut van belang om daarbij aan te sluiten. Ik heb nog een allerlaatste vraag voordat de sessie alweer afgelopen is. En die komt van Marieke Drekshagen en dat gaat over de afstemming met het bedrijfsleven. Marieke schrijft, voor het mbo zou het mooi zijn als modules bijvoorbeeld gekoppeld zouden zijn aan praktijkinstellingen, zodat de module rechtstreeks aansluit op wat die instellingen van een student verwachten. Dus dat gaat over, als we dan modulair studeren regelen, kunnen we dan die modules ook kortcyclisch en dicht op de behoeften van de arbeidsmarkt snel vormgeven. Paul, denk je dat dat inderdaad gaat lukken en dat we dat georganiseerd krijgen? Ja, ik denk dat wel. Vorig jaar heeft OC&W natuurlijk de strategische agenda voor het hoger onderwijs gepresenteerd. Voor het mbo loopt op dit moment een traject om te komen tot een vergelijkbaar document. Dat heet mbo in 2030 gepersonaliseerd leren. En daarbij wordt bij uitstek de samenwerking met het beroepenveld gezocht. En daarnaast kent het mbo ook een equivalent van ons versnellingsplan. Dat heet doorpakken op digitalisering. En binnen dat plan wordt onder andere gewerkt aan alle onderwijslogistieke randvoorwaarden die nodig zijn om ook binnen het mbo flexibel te kunnen studeren.
Ja, Paul, hartelijk dank voor je antwoorden. Ook hartelijk dank voor Janina. Als ik op mijn scherm kijk, zie ik dat de chat nog vol staat met vragen. Allemaal interessante opmerkingen. Wat wij doen is, wij krijgen na afloop van deze sessie, krijgen wij al deze vragen voor jullie nog te zien. Daar kijken wij naar, dat nemen wij mee in onze plannen. Daar komen we op terug. Hartelijk dank voor het kijken. Hartelijk dank voor jullie aandacht. En nog heel veel plezier vandaag bij de rest van de onderwijsdagen. En nu naar de Vlootshow. Dank jullie wel. In Nederland krijgen studenten een nieuwe digitale identiteit op het moment dat ze zich inschrijven voor een opleiding aan een instelling. Deze instellingsgebonden identiteit is niet te gebruiken bij andere instellingen en houdt op te bestaan als studenten zijn afgestudeerd. Ondertussen wordt het onderwijs steeds flexibeler, internationaler en digitaler. Instellingen bieden studenten meer keuzevrijheid in het samenstellen van hun curriculum. Onderwijs volgen gebeurt dan ook steeds vaker aan meer dan één instelling tegelijk. Dit brengt administratieve en logistieke uitdagingen met zich mee. Hoe kunnen we studenten eenvoudig en betrouwbaar identificeren en de administratieve last van het inschrijven verkleinen voor instellingen en studenten? En hoe kunnen we de informatieuitwisseling tussen instellingen stroomlijnen en vereenvoudigen? Met EduID. EduID is een instellingsonafhankelijke digitale identiteit voor elke student, waarmee ze bij iedere onderwijsinstelling terecht kunnen. Voor, tijdens en na hun studie. Eerst in Nederland, maar in de toekomst ook daarbuiten. EduID is persoonsgebonden, betrouwbaar en privacyvriendelijk. Studenten voeren zelf de regie over hun gegevens. Waarom is EduID belangrijk? Omdat het helpt bij het realiseren van flexibel onderwijs en een leven lang ontwikkelen. EduID is volop in ontwikkeling. Samen met de instellingen en andere stakeholders binnen de sector geven we EduID verder vorm. Meer weten of meedoen met een van de pilots? Ga naar www.surf.nl/eduid. Wij zijn Sandra Beugel van Sinop en Betsy Edens van de Hans Hogeschool Groningen. En we hebben sinds mei samengewerkt om concrete beelden te maken van flexibel onderwijs. Binnen de Hans Hogeschool willen we al ons onderwijs flexibiliseren. En vanuit de opleidingen is gevraagd, geef ons daar dan concrete handvatten bij en betere beelden dan alleen maar in woord. We zijn met heel veel mensen in gesprek gegaan binnen alle schools om uiteindelijk te komen tot het ophalen van die beelden. En die hebben we vertaald naar animaties. Filmpjes waarin we rondom persona's aangeven hoe flexibel onderwijs eruit kan zien. En daarnaast hebben we ook een praatplaat gemaakt, flexibel onderwijs. Gericht op de langere termijn ontwikkelingen vanuit het onderwijs, maar ook de lerenden en het perspectief van de Hans Hogeschool zelf. En tot slot zijn we nu bezig met het maken van een kaartjeset flexibel onderwijs. Een kaartenset die schools kunnen gebruiken om hun eigen positie te bepalen rondom flexibilisering, maar ook hoe ze daar naartoe willen gaan werken. We hebben gemerkt dat deze samenwerking heel snel leidt tot beelden en concrete platen. En dat helpt ons heel erg in het voeren van het gesprek over flexibiliseren en daarmee ook in het bereiken van flexibel onderwijs. En uiteindelijk, allerbelangrijkste tip, om er vooral ook plezier en lol in te houden. Hopelijk kun je met deze presentatie daar ook gebruik van. Noordhof introduceert een nieuw innovatief leerproduct, StudieMeister. Waar je ook bent, met StudieMeister vind je al het studiemateriaal op één plek en studeert een student op ieder gewenst moment. Met deze slimme online leertool helpen we studenten om efficiënter te studeren en docenten gerichter les te geven. Klinkt goed, toch? We leggen je graag uit hoe dat werkt. StudieMeister is een online lesprogramma, samengesteld door een docent. Dat betekent dat een student zeker weet dat hij precies leert wat nodig is om zijn studiepunten te halen. Bovendien betaalt een student alleen voor de hoofdstukken die worden gebruikt. Zo betaalt een student nooit te veel.
Oké, handig. Hoe werkt dat? Vraag een account aan via de site. Als docent zet je een cursus klaar voor je klas. Daarna stuur je je studenten een unieke cursuscode. Deze code heeft een student nodig om toegang te krijgen tot het vak en de klas. Zodra een student toegang heeft tot de cursus, weet je zeker dat hij niks meer mist. Het enige wat een student hoeft te doen is de slides door te nemen, gevolgd door een oefentoets. De uitkomst daarvan maakt direct duidelijk waaraan een student nog tijd moet besteden. Kent een student het al voldoende? Dan kan hij zich gaan richten op de onderdelen die nog niet goed gaan. Dat is lekker efficiënt studeren. Ook handig, jij als docent monitort de voortgang van de groep en kan zien welke onderwerpen goed en minder goed gaan. Deze informatie geeft jou als docent input om de les zo effectief mogelijk in te richten. Ook werken met StudieMeister of meer weten? Ga naar www.studiemeister.nl/docenten en vraag direct een gratis proefaccount aan. StudieMeister. Gericht lesgeven aan geactiveerde studenten.